Dag dames en heren. We blikken deze hele week terug op het bijna voorbije jaar 2012. In deze aflevering doen we dat met twee gasten die in ieder geval een heel druk en succesvol jaar achter de rug hebben. Optreden in grote musicals, fotoshoots, stemmen doen voor tekenfilms. En één maakt ook nog veel indruk op tv bij The Voice Kids. In de studio de twee zingende zussen uit Ooijen, Fayenne en Venna van den Bos. Allebei welkom. Dank je wel. Programma. Ja, 2012 zit er bijna op. En ja. Volgens mij was het echt een heel druk jaar voor jullie, hè? Ja, heel druk jaar. Van alles gedaan, hè? Ja, kun je nog een beetje bijhouden wat het allemaal is geweest? Want als ik op jullie website kijk, het is echt heel veel, Venna. Ja. Noem eens wat op. Wat heb je allemaal gedaan? Stemmen inspreken. Waar was dat bij dan, bijvoorbeeld? Van Gulab Charlie. Dat is een televisieserie. Ja. En daar moest een Nederlandse versie van komen of zo? Ja. En dan mocht jij de stem inspreken. En was dat weer, ook weer iets heel nieuws voor jou erbij? Ja, dat is heel leuk. Ja? Ja. Dat kwam er nog eens extra bij. Ja, eigenlijk wel. Want je had het al zo druk, want wat heb je nog meer gedaan? Ik heb nog, Annie dan, een paar voorstellingen nog gespeeld. En auditie dan, voor Annie. Mm-hmm. En de laatste voorstelling van Zorro heb ik gedaan. Ja, want daar speelde je ook nog in daarvoor. Daar begon het jaar eigenlijk nog mee. Ja. En net voor Kids, dat was een kinderkoor. En daar heb ik ook nog een paar optredens van gedaan. Mm-hmm. En een hele hoop. Een hele hoop. Bijna niet meer te onthouden. Fayenne, zit het bij jou nog goed in je hoofd? Jawel, ik heb natuurlijk meegedaan met The Voice Kids. En dat was in maart de finale. Droomvlucht, ook nog dit jaar. De laatste voorstelling was in april, dus die heb ik nog gedaan. Ik ben naar Londen geweest met Shrek. En première gedaan van Shrek, voorstellingen gedaan van Shrek. We hebben ook allebei van de talentenklas hebben wij de revue Os Anonu gedaan hier in Os. En dat was het eigenlijk wel een beetje. Een beetje, en ook nog stemmen in spreken hebben we ook gedaan. Dus best wel veel. Ja, heel veel. En als je nou één hoogtepunt zou moeten noemen, wat vond je nou het allerleukste, Venna, van het afgelopen jaar? Nou, ik vind Annie veel heel leuk. dat denk ik. Ja. Annie vind ik natuurlijk echt. Dat is wel een hele grote musical, een heel bekend verhaal. En dan mocht jij zomaar ineens de hoofdrol gaan spelen. Dat was echt superleuk. Ja, hoe is dat gekomen zo? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik heb gewoon eigenlijk auditie gedaan. En toen was ik gelukkig door. En het is echt superleuk. Ja. Maar leuk, maar lijkt me toch wel best wel eng, of niet? Want het moet in zo'n grote productie door het hele land. Ja, het is wel in theaters. Als ik dan zeg maar net voor ik opga, dan ben ik wel altijd heel erg zenuwachtig. Maar als ik dan eenmaal aan het zingen ben of zo, dan, dan gaat het gewoon weg. Ja, dat hoort er een beetje bij. En dan ben ik echt aan het genieten. Ja. Ja. Dus van tevoren moet je wel een beetje gespannen zijn, anders gaat het ook niet goed, denk ik. Ja. Dat was jouw mooiste moment dus, hè? Annie, Fayenne. Ja, ja. Wat staat er bij jou bovenaan de lijst als je terugkijkt? Ik vind het een beetje moeilijk, want het is een beetje moeilijk te vergelijken. Omdat je The Voice Kids hebt en heb je natuurlijk Droomvlucht of Shrek. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te vergelijken. Maar ja, Droomvlucht was voor mij gewoon heel speciaal. Mm-hmm. Omdat ik gewoon, was gewoon een fantastische rol. Het is een grote musical in de Efteling, hè? Ja, voor mensen die het niet weten. Ja. In de Efteling, ja. Het was echt fantastisch. Heel, gewoon magisch. En daar hou ik heel erg van. Alleen nu Shrek is ook fantastisch weer. Dat ik de première heb mogen doen om mee naar Londen om daar de show te kijken. Dus daar ben ik ook echt super blij dat ik dat mag doen. Ja, jij werd in één keer in heel Nederland ook bekend door The Voice Kids eigenlijk. Ja. Dat was wel een hele ervaring ook, lijkt mij. Hoe is dat op jou overgekomen in zo'n grote tv-productie? Ja, ik vond dat wel heel, heel spannend. En zeker omdat ik natuurlijk, ik wist echt niet wat het in ging houden. En dat vond ik heel erg eng. En dan zeker omdat met al die camera's en zo, en dat je dan, je moet natuurlijk goed presteren. En dan begin je met die blind audition en dan die stoelen die daar zo omgedraaid zitten, dat je denkt, als er maar iemand omdraait en dan moet je ook nog battelen. Dat vond ik ook heel eng, dat je gewoon echt moet strijden. Ja. Tegen twee meiden vond ik ook heel spannend, maar het is heel erg leuk geweest. Het ging hartstikke goed, toch? Ja, ik heb bijna gewonnen. Superleuk, bijna gewonnen. Ja. Ja, en het heeft heel wat reacties losgemaakt, ook bij bekende Nederlanders en zo. Die kennen jou dat ook allemaal. Ja, dat was echt fantastisch. Daar was ik heel blij mee, ja.
Ja, Fenna, heb jij het ook allemaal gevolgd? Was je trots op je zus? Ja. Het was voor mij ook heel anders, want ja, ik zie meestal haar dan in een musical. Maar nou was met, ja, totaal iets anders tv, dus... Heel ja. Eng, hè? Ja, maar ik vond het wel leuk. Gewoon superleuk, ja. Ja. Is het ook iets voor jou dan om mee te gaan doen, over een paar jaar misschien? Ja, misschien. Ja, ik heb er niet zo heel erg over nagedacht eigenlijk. Maar nou ben ik sowieso nog met Annie bezig, dus dan gaat het ja, precies, dit nog niet worden, zeg maar. Nee, je kunt niet alles tegelijk doen natuurlijk. Nee. Hè? Want hoe zit dat bijvoorbeeld met die optredens in Annie? Want je kunt niet iedere avond in het theater staan. Hè? Leg dat eens uit. Hoe hebben ze dat opgelost? Volgens mij tot... Maar ze hebben zes meisjes, hè? Ja, zes meisjes. Ja, en dan... niet de enige Annie, hè? Het wisselt een beetje af. Ja, dat wisselt af. En dan ja, de ene dag gaat die weer en de andere dag die. Soms zit er ook. Ja. Maar het is ongeveer wel soms... moet ik wel twee keer per week. En soms zit er een week tussen. Dus dat scheelt een beetje. Ja. Want jullie zijn nog jong, hè? Dus dat mag, er zijn strenge regels voor. Hè? Ja, je mag precies, niet sowieso. Dat, mag, dat geldt voor jou ook nog, niet. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, je zit natuurlijk met regeltjes die daaraan vastzitten. Dat sommige dingen mogen gewoon niet zoveel. Vinden wij niet zo leuk, hè? Nee, dat vind ik echt jammer. Moet nu nog naar school allebei. Ja, is dat jammer eigenlijk dan? Of zou je meteen al fulltime zangeres willen zijn? Ja, het liefste natuurlijk wel. Maar ja, ik bedoel, je moet ook naar school voor een... Ja, ik wil ook wel een opleiding gaan doen als dat zou kunnen. Dus het is wel natuurlijk belangrijk. Dus ja, we moeten wel gewoon naar school. Ja. Ja. Is dat een beetje te combineren dan, school en zoveel optreden? Ja. Ja, dat gaat eigenlijk wel, ja. Ja. Of moeten ze daar op school dan ook echt rekening mee houden met jullie schema's? Nee. Niet, hè? Nee. Nee, dat past allemaal wel goed in elkaar. Ja, het is wel omdat wij natuurlijk... Ja, soms moeten we wel vrij voor dingetjes of zo. Nou ja, ook niet vaak, hè. Maar als we dan ligt er een beetje aan. Bijvoorbeeld met repeteren voor Shrek moest ik soms vrij. Mm-hmm. Maar mijn school is heel makkelijk en ik moet het wel zelf natuurlijk allemaal weer inhalen en zo. Dus ze houden er wel rekening mee, maar je moet het wel allemaal zelf weer doen. Ja. Dus je moet wel bijhouden of je toetsen moet maken en je huiswerk goed bijhouden. Dus daar moeten we wel op letten. Ja. Ja. Het moet toch wel gescoord worden op school. Ja, precies. Natuurlijk. We moeten wel een beetje goed als best doen. Ja, je zei het al een paar keer, Shrek, hè? Daar ben je nu volop mee bezig. Het feit dat je daarin speelt, heeft dat misschien ook weer te maken met dat je bij The Voice Kids zo in één keer op de voorgrond bent gekomen? Of kennen ze jou toch al wel Het wereldje? Ik heb wel de Sound Music gedaan. Dat was natuurlijk ook van Albert. En... Die kende jou natuurlijk al. Ja, kennen. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen in de Sound of Music. Maar het is wel... Dat hebben we natuurlijk gezien op tv van The Voice. En toen vroegen ze eigenlijk of ik een werksessie bij hun wilde komen doen. En dat vond ik natuurlijk superleuk. En zo is het eigenlijk gekomen. Toen belden ze me op dat ik de rol had van de teenage Fiona. Ja. Dus uit het niets ook wel. Dat je gaat toch in één keer naar de Voice... wat dat betreft. Ja, dat je in één keer naar de Voice Kids in één keer Shrek gaat doen. Dat was echt een verrassing. Dat was echt geweldig, ja. Ja, en dan komt dus ook dit jaar de tekenfilms. Hè. Dat doen jullie allebei, hè? De stemmen daarvoor. Ja. Lijkt me ook heel apart. Ja, dat is wel heel leuk. Het is wel heel leuk, maar ook weer anders. Maar het is wel echt... Ja, ik doe dan op dit moment Maya erbij, dus dan ben ik Maya. Ja, die is weer terug, hè? Dus die is weer terug, ja, heel erg leuk. Dat was in mijn jeugd zelfs al, kun je nagaan. Ja, dat is weer helemaal... een hele andere serie. Ja, en doe ook A Dog with a Block. Heb ik ook ingesproken, een paar ervan. En Chocmouton met allemaal treintjes. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dus dan komen jullie ook op tv, al was het maar met de stem, nog regelmatig tegen dan. Ja, dat is wel grappig, hè? Ja, een heel druk jaar achter de rug. Als je dan vooruit kijkt naar 2013, gaat het dan gewoon zo door met waar jullie nu mee bezig zijn? Of alweer nieuwe plannen voor het komend jaar? Ik hoop het wel. We hopen dat er iets... Jij bent nog wel even bezig met Annie? Ja, dat wel. Gelukkig wel, ja. Ja, hoe lang loopt het nog door tot eind van het seizoen gewoon? Theaterseizoen? Hoe lang loopt het nog door? Ik denk gewoon nog ongeveer... Ja, een beetje moeilijk altijd om inschatten. Ja. Misschien wordt het verlengd of zo. Dat kan ook. Ja, dat kan ook, ja. Nou,
Als het een nog een grote succes wordt. We hopen dat het lang doorgaat. Ja. Toch? Ja, en dat geldt ook voor Shrek. Daar, ja, het is wel verlengd tot maart. Dus daar kun je wel even mee vooruit. Ja, ik kan nog eventjes doorgaan. Ja, en wat er verder nog gaat gebeuren, dat zie je wel. Dat ik hoop dat er nog iets speciaals komt. Of dat ik nog, dat is natuurlijk allemaal gewoon hopen. En dat is natuurlijk allemaal heel onzeker. Maar het zou wel leuk zijn als we nog iets... Nou, ik heb zo het idee als ik jullie zo hoor dat jullie nog wel tegen gaan komen volgend jaar. Ik hoop het. Ja, ik ook. Lijkt me wel. Goed, in ieder geval. Hier moeten we het even bij laten. Tijd zit er alweer op. Dank jullie wel voor de komst hierheen. Ja, dankjewel. En heel veel geluk het komend jaar. Dankjewel. Dank je. Dit was Focus voor deze keer. Meer over 2012. Dat ziet u ook de komende dagen nog in dit programma. Blijf dus vooral kijken. Heel graag tot de volgende keer.